Vanmiddag in Mediaplaza hadden we een geweldig evenement tussen Den Hartog BV en ExxonMobil. Twee bedrijven die innig met elkaar samenwerken en die praten over de trends in de industrie. We gaan eens even kijken wat de gasten daarvan vonden. Micha van Oosten, wat vond je van de sessie vanmiddag? Ik vond hem heel erg interessant. En waarom? Ja, positieve kijk op de toekomst. Ja. En denk je, die innovatie in deze branche, is dat ook echt nodig? Ja, natuurlijk is dat nodig. Ja, dat is wel nodig. Ik bedoel, het moet schoner. Schoner, ja. Efficiënter. Efficiënter, ja. Jij was al zelf heel erg enthousiast over dat elektrische, zeg maar. Ja, hè, dat ja. Wat doe je eigenlijk? Ik ben werfinspecteur bij de politie. Wat doet een werfinspecteur bij de politie? Langs de werven gaan en alles in de gaten houden met de grote schepen en de kleine schepen. Of dat allemaal wel goed gebeurt allemaal. Top. En nog iemand van de politie, van je naam? Willem Bos. Oké, wat vond je van vanmiddag de sessie? Ja, nee, ik vond het zeer boeiend en leuk. Ja. En wat doe jij met Den Hartog? Daar hebben wij al onze oliemonsters ondergebracht. Goed bedrijf? Ja, zijn altijd zeer... altijd goed, altijd tevreden. Altijd goed, altijd tevreden. Dat hoor ik vaker. Oké, Klaas Jelle Kofferman, van welk bedrijf ben je? Gertruiden BV uit Urk, een Noordzeevisserijbedrijf. Wat vond je van vanmiddag, de sessie? Ja, inspirerend. Eerlijk om weer even te netwerken met elkaar en de juiste mensen weer bij het juiste product te hebben. Heerlijk. Hey, en wat heb jij met Den Hartog BV? Ja, al 40 jaar zijn we klant als bedrijf zijnde, dus ja, beter kan eigenlijk niet. Beter kan eigenlijk niet. Massimo Meagin is de... is absolutely the champion of lubrication in the marine sector. And what did you think of this event that you had here at Media Plaza? It was so energetic. I'm enthusiastic. Yeah. An Italian who is enthusiastic about the Dutch. Hey, and what does for ExxonMobil, what does Den Hartog mean as a company? Den Hartog is an asset. It's an asset because they absolutely represent everything we need for doing great business together. You work together for a long time, and it's many years to follow. And lot to do. En Dick Den Hartog, de CEO van het bedrijf van, en ook initiatiefnemer van deze dag. Wat vond je ervan vandaag? Nou, ik vond het een ontzettend mooie dag. Heel leerzaam. Ik heb ook de sessies allemaal gevolgd. En ik ben onder de indruk van wat we met elkaar met ExxonMobil neergezet hebben. Waarom zijn al die klanten zo ongelooflijk blij met jou? Ik bedoel, ik vraag aan iedereen, wat vind je van Den Hartog? Nou, we doen al 40 jaar zaken, heerlijk bedrijf, automaten betrouwbaar, doen wat ze zegt wat ze doen. Al die mensen zijn allemaal blij met je. Nou, ik denk dat wat jij allemaal zegt, dat je daar samenvat waarom dat die mensen blij zijn. Als je dus ook echt doet wat je zegt, ja, dan zijn er weinig mensen die daarom aan de kant zetten. En dat hebben we door de jaren heen ervaren, door altijd te blijven doen wat we zeggen, door kwaliteit te leveren. Door onze afspraken na te komen. En dat is denk ik ook de kracht van ons bedrijf. Klinkt eigenlijk heel normaal, maar is dus nog heel bijzonder. Dus, en dat vinden de klanten dus blijkbaar ook. Dankjewel, Dick. Aad van Vliet van Rijn Plus Fiado. Wat vond je van de sessie? Ik vond het zeer interessant. Leuk, een nieuw merk erbij. Weliswaar bestaand, maar interessant. Nieuwe ontwikkelingen, CI, Viroli. Ja, goed. Al die mensen bij elkaar, is dat een leuke groep? Leuke groep, veel bekenden, veel collega-handelaren. En ik kom net nog weer een hele oude bekende van me tegen. Ja, dat zag ik, ja, inderdaad. Ja. Hey, en wat is Den Hartog voor jou als bedrijf? Den Hartog is voor mij een zeer betrouwbare, gespecialiseerde partner om, om onze producten binnen te krijgen. Ik ken ze al jaren. Ik ken de gebroeders Tom en Dick Den Hartog nog. Dus ik loop al een poosje mee in het vak. Dus erg goed. Ja, en dan heb ik hier nog een kale man met Peter de Kouwe van... ORM Advies. ORM Advies. Wat vond je van de middagsessie? Ik vond jouw presentatie bijzonder leuk. Heel verfrissend. Over alle innovaties. Ik vond de presentatie van de smeermiddelen zoals ik de Hartog ken. Heel open, eerlijk, zonder drempels. Sprak me erg aan. Frans Hooyers is de sales director van de lubrication in de marine sector wereldwijd. Wat vond je van de sessie vanmiddag? Ik vond het goed, ik vond het constructief, ik vond het leerzaam en meer belangrijk. Ik hoop dat de klanten dat ook hebben gevonden. Ja, die waren allemaal erg enthousiast. Waarom is ExxonMobil en Den Hartog, waarom zijn die zo aan elkaar gekoppeld? Ik denk dat beide bedrijven heel goed beseffen waar ze goed in zijn, maar nog belangrijker waar ze niet goed in zijn. Dus als je deze twee bij elkaar brengt, breng je een hele succesvolle combinatie bij elkaar. Ja, goede producten en een goede marketing en sales en support. En een organisatie die heel dicht bij de klant staat. Jullie zijn blij met elkaar? Wij zijn blij met elkaar en ik denk dat we elkaar in de gelegenheid stellen om te groeien en klaar te zijn voor de toekomst.
Hij kwam even uit Houston terug om even dat te vertellen, gewoon hier in Media Plaza. Dus dankjewel, Frans. Oké, dankjewel. En Barend van Koten, we hebben hier ooit gewerkt bij Media Plaza en zijn we nu even bij elkaar terug, zeg maar. Jij zit dus nu bij Den Hartog. Waarom gaat dat zo goed samen tussen Den Hartog en ExxonMobil? Wat natuurlijk het mooie is aan ExxonMobil en Den Hartog, is dat ze allebei totaal verschillende dingen doen. Je ziet dat ExxonMobil is echt gewoon top wereldklasse als het gaat om een stuk productontwikkeling, een stukje product leadership. En als je kijkt naar Den Hartog, dan heeft hij een hele nauwe relatie met de klant. En wij zijn weer in staat om dat op een perfecte manier eigenlijk in de markt te zetten. Nou, dat heb ik inderdaad. Eigenlijk dat allebei de bedrijven dus heel goed weten waar ze goed in zijn en ook waar ze niet goed in zijn. Wij moeten geen producten gaan ontwikkelen en zij moeten het niet aan klanten gaan verkopen. Ja, maar toch vind ik die relatie ongelooflijk intens. Dat gewoon de baas van die lubrication business, dat die komt overvliegen uit Houston. En dan ook de manager internationaal van die producten uit Italië overkomt. Gewoon om even hier bij jullie te zijn in Nederland, zeg maar, bij Media Plaza. En dat al die handelaren hier zijn. Dat is toch wel een groot compliment wat ze hier konden krijgen. Dus het was leuk om elkaar weer te zien bij Media Plaza. Vincent, was geweldig. Het was heel erg leuk. Goed zo.